Er was eens een gabber. En hij was niet zomaar een gabber. Hij kon hakken als geen andere. En hij had altijd de wreedste aussies aan. Op een dag ging de gabber naar de sportwinkel om een nieuwe aussie te kopen. Kan ik je helpen? Ik zoek een nieuwe aussie. Die hebben we. Nee, vind niks. Pardon? Nou, ken het allemaal wel. Als ik hem zelf niet al heb, heb hij van mijn maten hem wel. Oké, maar wat dacht je van deze? Nee. Of deze? Nee. Of deze? Nee. Of deze? Nee. Nee. Of deze? Nee. Deze? Nee. Deze? Nee. Of deze? Nee. Deze. 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 Nee. Deze. Nee. Deze. Nee. Deze. Nee. Deze. Nee. Nee. Deze. Nee. Nee. Deze. Nee. 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 Ja, maar wat doe je dan? Ja, nou. Ik wil gewoon eentje die niemand hebt, weet je. Nou, zo eentje als ik hem aan heb, dat die gasten zeggen, moet je hem kijken. Wat een wrede aussie dat hij aan heeft. Ik weet wat jij bedoelt. Wacht even. Nou? Wat? Wat vind je? Wat vind ik van wat? Wat vind je van deze aussie? Dit is het nieuwste van het nieuwste. Vervaardigd uit de zijde van de Balinese kaalkoprups. Dit stofje is zo delicaat dat alleen de echte kenner het kan zien.
Oh ja. Kan ik hem even passen? Hey, wat kost het? Slechts 795 gulden. Ik moet er nog even over nadenken. De volgende dag ging de gabber al vroeg terug naar de winkel. Hij had zijn gabbers meegenomen om te zien wat zij ervan vonden. Echt heftig. Echt wel. Ik neem hem. Zal ik hem inpakken? Maar de gabber trok zijn nieuwe aanwinst natuurlijk meteen aan. Om er vervolgens apentrots mee de stad door te lopen. Kijk hem nou.